Tony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Parijs! Parijs. Paris. Oh. Oh la la. Oh la la. Oh. Parijs. Ja, heerlijke stad. Heerlijke stad. Klinkt nu heel ongeloofwaardig. Oh, ja, wat een heerlijke stad. Als je dan zo binnenkomt daar links, kan je zo lekker koffie drinken. Och, zo heerlijk. Maar goed, daar gaan we het wel over hebben. Zeker. Dat hebben we gekozen. Ja. Top onderwerp. Suikeroom hebben we. Suikeroom Sky Showtime. Yes, yes. Yes. En we hebben natuurlijk de Weekend. Een oude. Maar goed, dat is bij de Weekend helemaal niet belangrijk. Nee, maar die hebben het niet echt over nieuws. Dat viel me nou ook weer op. Dat ik dacht, goh. Als je mij zou overhoren, zou ik denk ik ook niet weten hoor. Welke nieuws het is of niet. Toch? Nee. Want terwijl ik bezig was, dacht ik van. Dus volgens mij, maar goed, ja, prima. Hartstikke geinig, want er staan weer interviews. En inmiddels, de olievlek verspreidt zich. Het is niet dat het minder wordt, dat Emily van Kaam zeg maar niet zo gefocust is. Nee, inmiddels is Zonneveld, een andere journalist, ook lekker vrij aan het associëren terwijl hij aan het interview is. Dus dat wordt een beetje, volgens mij, de hoek van de Weekend. Die eindredacteur, ik weet niet wie dat is dat... Vrij, die voel je vrij. Die aantrekker. Guido? Of aantrekker. Nee. Chantal Braspenning. Oh. En Chantal heeft gezegd, ik vind het leuk dat je zo lekker vrij associeert. Dat je alles en iedereen erbij haalt. Ja, doe dat iedereen vooral. Iedereen erbij lapt. Gewoon, hoe meer namen. Gooi ze maar onder de bus. Want de bus komt er toch aan. Ja. Dus als je gooi iedereen maar gewoon. Heb het maar gehad. Ja, heb het maar vast op papier. En we hebben natuurlijk een etiketten. Ja. Moderne etiketten. Wat was de etiketten? De etiketten is, je staat samen met de ober in het toilet. Hij was zijn handen niet. En hij maakt later aan jouw tafel crêpe Suzette klaar. Wat doe je? Oh. Wat doe je? En crêpe Suzette is heel zo hard lekker. Weg. Nou, lang geleden dat ik dat heb gegeten. Ja. Maar goed, daar hebben wij onze eigen antwoorden op. Ja. Want we hebben dit eerder opgenomen. Ja. Dus sorry mensen, als je denkt, daar heb ik er maar nooit op kunnen reageren. Dat klopt. Ja, nou je kon wel reageren, maar wij kunnen het niet, niet te gebruiken. Niet te gebruiken. Maar we lezen het wel, want ik vind het altijd superleuk. Ja, namelijk altijd. En ik vind het ook heel grappig dat het heel snel is. Wij zetten het, wordt opgezet en in 5 minuten zijn er 50 en dan 100. Ja, dat is heel leuk. Vind ik heel leuk. En meestal hartstikke grappig en ook heel goed. Leuk. Dus dat vinden we heel leuk. Ja, week. En dan deze week. Ja, ik had even een vraag aan jou. Wat vind je van mensen die eten op straat? Ik denk altijd gewoon, waarom zou je dat doen? Ja. Want wij zaten bijvoorbeeld laatst inderdaad bij de Albert Kuip. Bij de Wasseret, ken je dat? Ja. En heel leuk en lekker ook. En, ja, dat is dus een eetentje. Dat is een eetentje. Een eetentje, mensen. En daar komen de mensen langs. Maar soms zitten natuurlijk op kantoren. Die doen gewoon een rondje lopen. En dan nemen ze een broodje mee of zo. Maar je hebt ook mensen die duidelijk een dagje uit zijn. En die hebben dan brood. En dan lopen ze, denk ik, ga even op een bankje zitten ergens. Je kan overal eventjes lekker zitten. Dan zit je even rustig. Ik begrijp dat lopend eten nooit heel erg goed. Maar goed, ik vind het prima als mensen het doen. Ik kan zelf buiten niet eten. Want? Ik kan bijvoorbeeld. Je wordt steeds bijzonderder. Dat komt. Nee, dat komt omdat ik nog steeds niet slank ben, maar vroeger was ik veel dikker nog. En dan schaamde ik me altijd een beetje als ik op straat at. Ah. Omdat ik dan dacht, en gaan mensen denken: dat is slim. Ja, stop er nog wat bij. Ja, wat maakt het jou nog uit? Dus dat heb ik altijd, dat is altijd erbij gebleven. Dus ik kan niet op straat eten. Mijn moeder zei altijd dat het ordinair was om op straat te eten. Dus ik nam dat een beetje over van zo ordinair op straat eten. Ja. Maar ja, waar dat dan vandaan komt. Ja, want ik vind het prima als andere mensen doen, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, gooi het niet op de grond. Nee, dat is ook niet eten. Nee, maar wat? Ik had het over de handeling dat mensen niet. Wat vind je van eten op straat gooien? Dat was niet de vraag. Nee, dat was niet de vraag. Maar ik daar mag prima. Je wel iets over zeggen. Ik vind het prima als mensen gewoon lekker eten op maar straat. Maar dit is wel waar, dan lopen mensen langs de prullenbak en gooien ze ernaast en komen ze niet terug. Nou, ik vind dat wat. Hoe ouder ik word, hoe erger ik word daarin. Maar goed, ik zit bij een koor. Oh. Ik ben bij een koor gegaan deze week. Zoé. Zo leuk. Nou, het stomme is. Is een dameskoor of een gemengd? Gemengd. Okay. En allerlei rangen en standen. Wat leuk. Het is overal komende, uit alle hoeken gaat er komende mensen. Hoeveel?
Nou, we hadden een gathering, dus een eerste bijeenkomst. Oh, het is een nieuw koor. Ja, het is een nieuw koor. Het stond op Facebook en ik kwam het tegen als Jolande van den Berg, actrice. En zij had het weer via iemand van Das Mag. Die had het bedacht, had zij gezien en zei ze, oh leuk, ik ga delen. En bij haar was ik de eerste die zei ik. Want ze vroeg, je heeft er zin in een koor. En ik wil. En we zaten daar afgelopen week met 25 man of zo. En wat is het repertoire? Dat weten we nog niet. Gaan we nog helemaal bepalen. Mochten allemaal nummers aanleveren. Oh. Dus dat mogen we nu allemaal gaan doen. Ja, ik vind het. Ik heb er zo'n zin in. Maar lichte muziek of klassiek? Of wat? Het mag zelfs gemengd zijn. Het mag zelfs gemengd zijn. Als er meerdere stemmen zijn voor. Wat er werd geroepen Bach, maar er werd ook Beyoncé geroepen. Oh, als met een B. Dat was natuurlijk het thema. Ik had het niet door. Nee, maar Bart, dus nee. Alles mag. Alles mag. En ik weet nog niet wat de dirigent, die kon toen niet. En de allereerste. Oh, de eerste bijeenkomst. Nee, dat was gewoon even allemaal bij elkaar komen. Leuk. Oh, wil je echt meedoen? Ga je echt meedoen? En waar? Ik vond het waar leuk. Kwam je volgens mij gaan we bij het Leger des Heils zingen. Dus de repetitieruimte. Oké, wat leuk. Ja, grappig hè? Ik stond bij de slager in Tilburg, bij Le Jean. En, de wat? Le Jean. Ja. Wat? De hele chique slager. Nou, nu hebben we wel een leuk een slager. Een Franse naam. We hebben natuurlijk al meer zagen dan twee in Tilburg. Maar we hebben er meer dan twee, maar in het centrum hebben we er twee. Okay. En ik koop eigenlijk, merkte ik, bijna geen vlees. Want, dus daar, had ze wat van, daar vond ze wat van? Nou nee, het is een hij. En ik koop gewoon, dan merkte ik daar ineens. Ik denk, ik koop eigenlijk nooit vlees. Wat voor vlees eten we dan? We eten natuurlijk niet zo, op zich niet zoveel vlees. En, maar nu stond ik daar voor die leverworst en voor nog wat. En toen we kwamen binnen en toen stond er een oude mevrouw. Die stond zo aan de toonbank. En toen ging ze op stoelen erachter zitten. Want er staan ook stoelen als je lang moet wachten. En vanuit daar ging ze ook nog roepen wat ze dan wou. Want ze was aan de beurt. En ondertussen pakt ze in de tas en pakt ze een soort worstenbroodje of zo. Dus ik zeg, Gebbetje. Zoals jij dat kan doen, hè? Dat ik kan doen, klein Gebbetje. Dus ik zeg tegen haar, oh, had u zin in een stukje worstenbrood? Ik vind het nogal typisch om een hap van worstbrood te pakken. Terwijl ze hier worstbrood verkopen ook. Ja, ook. Maar dan koop je het meegemaakt. Nou, goed, zegt ze. Nee, kijk maar, ik praat niet meer vreemden, zei ze zo tegen mij. Ik zeg, oké. Dan kunt u ook gewoon rustig zeggen. Ja, want mensen dachten. En toen stond ze op, toen ging ze naast me staan. Zegt ze, ja, mensen dachten vroeger altijd. Je wordt een hele vervelende oude tut. En ik zeg, nou, dat is gelukt, zei ik. En toen zei ze, ach, je moet me god. Ze is een mongool tegen mij. Ik zeg, nou, of niet te gaan schelden. Ik zeg, dat doe ik bij u ook niet. En nou, die was verveeld. Ik heb nog nooit iemand En dat ging maar door. En dat ging maar door. En de slager. En ik dacht, dat zal wel een vaste klant zijn. Want zij ging er best wel ook niet in. Relaxed mee om of zo. Ja, zij gooide niet een mes vanuit de hart, snap je? Vangen. Dus, dus ik stond er zo'n beetje bij. En toen ging ze uiteindelijk weg. Dacht ik, en toen zei ik, die is er nog nooit geweest. Ik zeg, oh, ik dacht dat jullie vaste klant was. Dat je dacht, zo oh, beleefd gaat, waren. Ja, ja, dan gaat mevrouw Verhoeven weer. Later maar eventjes. Want die is altijd zo moeilijk. Maandagmiddag moment. Als je toch haar bent, dan heb je de heer. Ten eerste dacht ik, je zal ernaast wonen. Dacht ik, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En toen dacht ik, mijn gedachten zijn snel achter elkaar. En toen dacht ik, wat moet er verschrikkelijk voor haar zijn om heel de dag allemaal dat soort momenten te hebben in je leven. Want ik kan mezelf niet voorstellen dat ik de eerste ben die in heel haar leven zo. Dus zij is de hele tijd zo met mensen. Dat lijkt mij zo vermoeiend en vervelend. Ja. Want, heel haar leven zou totaal omdraaien als ze zelf wat als ze daarom kon lachen. Dat je zegt, oh jij, je hebt gelijk. Of kon niet meer. Ik had een grapje. Ja. Moest even. Ja. Ja, iets. Dus, maar in ieder geval, en dan niet zo of de hendel schieten dat je denkt, nou zeg, het kan ook wel iets minder. Ook. Ja. Ja, dat zei ze tegen mij. Nou, dat is trouwens wel grappig. Nou, maar in dit thema. Dat is wel grappig. Oh, dit was het niet. Nee. Nou, het was niet grappig, toch? Het was niet nee, leuk maar je naar zei jou. Echt zo van, nee naar jou. Naar jou was het niet aardig. Ja, nee, maar dat bedoelde ik. Maar goede bedoeling. Maar ik ben wel blij dat ik in de hemel kom. Nee, je komt echt niet. Zeker nee, wel. Serieus niet. Nee, echt serieus ik kom denk niet. Ook niet in de hemel. Nou, sowieso. Wel om mijn gedrag, maar om andere De hemel niet. Is katholiek.
Nee, dus, daar kom ik niet in. Helemaal. Nee, daar kom je sowieso niet in. Nee, dus jij moet zeker. Jij kan die bij een balie misschien inschrijven of zo. En eventueel kans. Misschien kan ik nog een brief van tevoren al schrijven. Veel dus, of ik zou een goed woordje kunnen doen. Want ik woon in diezelfde straat als God. Dus denk je dat dan jij zou dat ik doet? Als God langskomt, zoals naar zijn werk gaat, zou ik even kunnen zeggen: oh, trouwens, eventjes, als er vandaag iemand komt. Ik denk dat jij dan net. Ach, hij was net voorbij. Ja. Ik heb het wel geprobeerd. Ik zag hem lopen. En of dan roepen ze mij natuurlijk naar de ingang. Weet je, net toen bij je met Prince. Heb je dat verhaal wel eens verteld van Prince? Was een actrice of zo. Oh ja, 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 ja. En die ik was. En die was. Maar zij nog niet. En die was op een concert van Prince. En was ze gevraagd voor de afterparty. Dus kwam ze op die afterparty. Maar ik had al heel snel door dat in die afterparty was een soort ruimte. En die was helemaal afgesloten. En daar was Prince. En hier waren gewoon een beetje zo de mensen die ook wel uitgenodigd waren. Maar niet. En ik dacht zo, ik moet natuurlijk in die ruimte met Prince komen. Dus toen gingen ze naar die uitspraak die daar stond. Die voor de deur stond van de beveiliging. En die zei, ik ben een nicht van Prince. En toen zei hij, hoe heet je? Nou, dus hij ging naar binnen. En toen even later gaat de deur open. Staat Prince. Die kijkt zo en zegt... Leuk geprobeerd, zei die. En die groeide zo de deur. Nice try, denk ik. Dat ja. Zei. Ja, nice try. Dus leuk geprobeerd. Ja, maar ik dacht, ik vind het leuk. Dat die Nederland zou wel leuk zijn geweest. What? I'm sorry. Het zou echt leuk zijn. Ja, dat zou leuk zijn, ja. Maar goed, dus... Maar in dit kader van leuk... Ja, oh, precies. Ja, wat wel leuk is, ja. Wat wel leuk was, ja. Nog één keer. Ik liep gewoon met mijn fietsje zo naar... Nadat ik naar de yoga was geweest, volgens mij. Ging een kopje thee drinken. Of daarvoor... Who cares? met mijn fiets. En het is op een fietspad. En ze zijn bezig van die mannen. Die zijn, en het grap is altijd, er zijn mensen aan het bouwen op straat. Het ligt open. En dan zie je die jongens die er aan het werk zijn, zie je altijd staan. Natuurlijk, dus ik zie ze dan niet bezig. Ik zie ze altijd even stilstaan. Precies, met een telefoon ik heel of zo. Grappig. Ik zie ze altijd staan, niks doen. Dus ik vond dat heel grappig. Ik loop daar gewoon langs. En ik knik nog zo naar die jongens. Maar er is een echtpaar voor mij, wat ik niet zo goed doorhad. Want aan de achterkant kan je dat niet zien. Maar dat was een oudere vrouw. En die liep wat langzaam. Dus ik passeer haar. En terwijl ik haar passeer, zegt ze... Jullie noemen mij een hoer! ik vloog ongeveer omhoog. En ik denk, wat heb ik gedaan? Ja. Schreeuwden ze dat tegen die mannen. Maar ik zag die mannen ook dit doen. Ik had want nooit had drie van die stoere... Nee, ik had nooit drie van dat soort stoere mannen... in zo'n oranje vestje die heel lekker relaxed daar stonden. Ineens als een soort betrapte kleine jongetjes. Ik weet niet wat er was. Ze woonden daarnaast. Ja, en ik heb jullie wel door. Jullie hebben mij hoer genoemd. En ze bleef het maar gillen. En toen Jezus. Zag iedereen omkijken. Dus, en nou ja, dat was mijn... Dat was wel dat was heel leuk. Ja, dat vond was wel. Zielig. Want ik dacht, zij zal in de war zijn. Ja, dat vind ik altijd zo erg. Dat als mensen... Want dat bij die mevrouw ook, dacht ik... maar goed, toen had ik er al een trap gegeven. Maar toen... maar ik dacht wel van... Oh, dat is wel zielig, want zij is gewoon in de war. Niemand kan maar haar corrigeren. Heel ook. Haar leven is nu... Is dan zo. Ja, dat lijkt mij echt wel... Dat leek me heel zwaar. Ja. True. Ja, true. En ik zag nog eventjes... Heel snel eventjes... Griffith Jones, weet je, die comedian uit Engeland. Die samen met... Volgens mij komt hij binnen langzaam. Ja, Stephen Fry had hij samen een duo, comedy duo mee. En die had laatst een soort anti-bucketlist. Die is tegen een bucketlist. Ik ben ook wel tegen een bucketlist, moet ik eerlijk zeggen. Heb ik. Mag iedereen hebben hoor. Ja, hoor, maar ik vooral niet. Zeker... als dat leuk is. Als dat doen. Leuk is en je ziet het einde naderen. Dat je denkt, ik wil dat nog zo graag een keertje naar een all-you-can-eat restaurant. Vooral lekker doen. Of weet je, met een ambulance zo naar de zee. Als je de zee nog een keer wil zien, vind ik ook altijd heel mooi om te zien. Die mensen. Alleen ik zou dan heel erg hebben. Goh, alles gedoe. Nee, doe maar. Snap je? Ik zou dat te veel gedoe vinden voor mezelf. Ja, ik zie het helemaal voor me. Dat je tegen Karim zegt: ga je nou toevallig nog naar zee? Zo'n heel ding wat je zou moeder. Zou ik dan mee kunnen? Nee, ja. Hè, dat is net te veel. Ja. Hè, dat je mij meeneemt. Als jij hier zo in Tilburg net... fietst, dan kom je niet langs, niet langs de zee natuurlijk. Toch? Nee, dat is wel leuk geweest. Maar nee, ach, dat maakt ook echt niet uit. Ik ga bijna dood. Nee, het is ook prima. Ik wil het ook niet. Ja. Nee. Maar die had dus een aantal van dingen die hij juist niet meer, nooit meer wil meemaken. Dat vind ik ook wel grappig. Ja, en daar had hij opstaan trouwfeesten die 3 dagen duren. En daar ben ik het wel mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind trouwfeesten die 3 dagen duren, daar moet je zelf eventjes weer om de tafel gaan zitten met z'n allen. En even nadenken of het wel. Want dat vind ik trouwens ook een goeie. Dat moeten we goed onthouden voor de sociale etiketten. Van moderne etiketten. Je zus, of je schoonzus natuurlijk leuker. Je schoonzus trouwt in Italië en die wil dat je komt. Maar dan moet jij heel de reis betalen. En daar ook nog volgens mij staat ze er en, al tussen. Ja. Bij die precies. Ja.
Nee, dat is ook een goeie. Ik heb het één keer meegemaakt, 3 dagen. Ik vond het leuk, maar toen was ik heel jong. Waar was misschien het? Scheelt dat. In Frankrijk. Ja, dan, als mijn oude buurjongen, wat een vriend was, met allemaal een hele grote vriendengroep, zijn we 3 dagen naar Frankrijk gegaan. Ja. Ja, ik vond het toen heel leuk. Maar ik heb het daarna nooit meer meegemaakt. Nee. Ik vind, je trouwt gewoon op een dag en dan in een feestje. Is hartstikke mooi geweest. Leuk. Maar dan niet nog blijven slapen. Dan volgende keer weer een ontbijt en weer een ding. En dan nog een activiteit. En dan s'avonds weer een feest. En dan de volgende een groot ontbijt. En dan nog een middag. En ja, maar dan als mensen leven, van en feest dan houden, dan is het natuurlijk ontzettend leuk. Ben ja, niet, maar, hey, bij mij komt hij niet op de anti-bucketlist. Bij jou wel. Dat ik mag. Ben geen gast. Maar vooral doen. Ja. Ga vooral, maar dan kom ik gewoon naar het moment van dit. En dan schaalt, ga je weer. En dan ga ik maak een leuke foto. En dan duw ik jou een envelopje in je hand. En dan ben je weg. Vertrek ik weer. Maar is ook prima, want mensen die niet mee willen, die wil je er ook niet bij hebben. Heb ik ook al eens een keer verteld, maar ik vertel het nog een keer. We hebben iemand wel eens een lege envelop gegeven. Oh, expres? We hadden gewoon geen geld. Ik had gewoon echt geen geld. En wij woonden toen in Amsterdam. Nee. Moesten naar Tilburg voor de trouwerij. En ik had gewoon echt geen geld. En toen dacht ik, ja, we komen helemaal naar die begrafenis. Helemaal naar die crematie. Naar het huwelijk toe. En toen hebben we gewoon... Links af op je dacht. Met de linkse hand geschreven, hartelijk gefeliciteerd. Nooit achterhalen. Dichtgeplakt. En toen zo handschoenen aan, hè? En, geen en toen zo afgegeven. En ja, geen naam erop, verder niks. Dus die is op een stapel gekomen. En wij hopen altijd dat ze dan denken dat ze niet helemaal een formulier hebben gemaakt van wie er waren en dan wegstrepen. Daarvan. Dus dan moet het van hun zijn. Dus dat niet is gebeurd. Ik heb er niet van gehoord, maar dat ze denken, ach, die zijn vergeten om geld te stoppen. Maar ik had wel hartelijk gefeliciteerd erop gezet. Ah, dat is hartstikke mooi. En daarom, bij jou komt alles uit de goedhart. Ook een lege envelop. En die envelop zelf was een dure envelop. Kost nog moeite, mee bespaard. Mooi, maar. Ja, toen, praat het maar. Maar we recht. Hadden gewoon helemaal... En we moesten wel met de trein. Dus het dat kostte ons ook geld. Daar ben je ook zwart gegaan. Ja, zwart gaan rijden, ik, toch? Nee, maar toen, nee, dat durfde ik helemaal niet. Maar toen hadden we... Ken jij die periode? Ja, ik denk, volgens mij heb jij geen periode gehad dat jij gewoon geen geld had. Ik heb... Ja. Toen ik kon werken, begon ik te werken. Ja, kijk, dit vind ik dus heel vervelend. Want dit lijkt net alsof ik niet ga werken. Nee. Toen ik kon werken, ging ik werken. Ja, daar heeft het gewoon helemaal niet mee te maken. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar, maar misschien gaf je het te snel uit. Nee. Nee, je had je ouders en weet ik veel wat. En je had heel snel mijn knieën ouders... bij iemand anders om tafel gestoken. Nee, maar ik bedoel, mijn ouders waren al... helemaal niet nee, van geld gegeven. Het was al heel snel dat je gewoon je knieën onder de tafel schoof bij iemand. Ik had het natuurlijk niet. Dus dat is... Waar dit naartoe gaat, werkelijk geen idee. Maar heb jij wel eens, toen je van je ouders wegging, op jouzelf gewoond? Ja. Hoe lang? Een namiddag misschien. Ik heb toch ook de hele toneelschool op mezelf gewoond. En daarna in Amsterdam. En wat ja, bedoel maar je? Dat was, dat, toen had je studiefinanciering. Ja, dat is waar. Ja. En jij niet? Nee, want toen ik in Amsterdam was, toen was ik gewoon klaar acteur. Met studeren, ja. Studeren mag ik niet zeggen. Nee. Dus ik had geleerd. Les, zo. Ik weet had les gevolgd. Ik weet niet hoe je het dan noemt. Maar HBO mag ik geen studeren noemen. Maar dat is niet te min. Dus toen was ik in Amsterdam. En toen was ik acteur. En dan had je gewoon niet altijd werk. Nee, dan had ik gewoon echt... En dan moest ik mijn LP's gaan verkopen bij Concerto. Oh. Dan moest ik gewoon spullen gaan verkopen om te eten. Nee, dat heb ik allemaal meegemaakt, jongens. Mooi hoor. Heb je wel eens iets moeten verkopen om te eten? Nee. Gelukkig. Dat is niet meer. Nee, maar Mark-Marie had ze ook de week ervoor net gekocht. Zijn laatste geld. Dus het wordt nu een heel dramatisch verhaal. Maar had ze net gekocht? Dat kon helemaal niet. Hè? Iedereen zei, waarom ga je die platen kopen? Je moet er volgende week eten. Nee, dat komt wel goed. En volgens mij, ik zit bij de telefoon. Volgens mij gaan ze me bellen. Volgens mij krijg ik een rol. Het is bijna serieus. Ik heb al dat twee keer, ik moet terugkomen. Ja, ik heb voor twee die keer een terugbel. Nee, een terugkom. Ze waren dol enthousiast. Ja. Maar nee, dat komt helemaal goed. Moest je die platen heb dat wel eens. Ik heb eens een nieuwe... Allereerste nieuwe tv die ik kocht. Met de nieuwe videorecorder. Zegt jullie ook niks meer. Was een videorecorder. En ik had er nooit een nieuwe tv gekocht. En ik dacht, ik ging over 10 dagen werken, vast werk, bij het casino in Amsterdam. Oh. Bij de show Medley Amsterdam. God. En ik had 10 dagen vrij. Dacht ik, kijk, straks ga ik heel veel geld verdienen. Nou, nog niet. Ja, maar dan koop ik alvast
die tv, mm-hmm, met die videorecorder, kan ik 10 dagen plezier van hebben. En dan begin ik te werken en heb ik amper tijd om er überhaupt mee te zijn. Maar dan heb ik wel vast binnen. Dus ik naar de Kinkerstraat bij zo'n soort expertachtige winkel. Ja. Met een financieringsplan. Nee. Ook nog, ja, financieringsplan. Nee, prima, breng het maar. Dus ze kwamen brengen en zo. Nou, toen ging ik dus met die Amsterdam doen. En toen na 2 dagen ben ik eruit gestapt. En toen had ik een schuld. Maar ik kon niet blijven doen voor het geld. Ik vond het zo helemaal niet leuk om te doen. Dus toen dacht ik, ja, het is heel vervelend. En ik hoop dat alles zichzelf wel glad strijkt. Maar ik kan dit niet voor het geld alleen maar blijven doen. Dus toen ben ik daar toch uitgestapt. Ja. En toen had je een lege envelop. Maar nu snappen we de context een beetje, snap je? Dus dat is wel fijn. Want het is de hele tijd boe, boe, boe. Maar dat is het niet, hè? Huilie, maar zo snel als ik kon werken, ben ik gaan werken. En had ik blijkbaar ook werk nog erger. Stap, stap. Ja. Ja. Maar Parijs. Goed. Parijs, nou ben ik nooit geweest. Deze week is veel te lang geworden. Veel te lang. En Parijs, maar daar jassen we er zo doorheen. Parijs. Nou, er is veel te doen in Parijs. Vertel eens wat jij over Parijs... Ben je vaak in Parijs geweest? Dat is Mijn allereerste keer in Parijs was met mijn ouders. Dat vond ik zo leuk. Toen mocht ik mee. Op hun kosten gewoon. Nee, ik betaalde toen al. Dat had ik voor iedereen. Ik betaalde ook voor hun. Ik had werken toen. Nee hoor. Want mijn werk was namelijk, dat komt nu, bij de Moulin Rouge in Parijs. Als enige kindsterretje. Nee. Dan mocht ik dus mee naar Parijs. En dan gingen we naar de Moulin Rouge. Dat vond ik van mijn ouders modern. Nou. Ik denk dat ze het eigenlijk niet wisten. Oh. Ik denk, maar ik heb natuurlijk die blikken over en weer niet gezien. Want ik zat alleen maar, volgens mij was ik 10 of zo. Jee. Mag je daar dan naar binnen eigenlijk? Ja, toen wel. Ja, misschien zag je dat een oude kop. Zij is 22. Prima hoor, ze heeft een goede stoornis. Zeg er maar niks over. Maar ze heeft betaald, goede stoornis. Dus dat is prima. Want ze werkt. Zo snel als ze kon, is ze gaan werken. Maar goed, dus Moulin Rouge vond ik echt heel spannend. Ja, natuurlijk. En Galerie Lafayette. De musea vond ik natuurlijk allemaal vond ik heel zwaar. Of zo dat ik dat moest als kind. Overal een tuin in, weer een tuin in. Weer ergens ze waren van tuin. Schilderijen in. Kijken, dacht ik, ja. Nou, ze dacht waarschijnlijk, als ze dan ook maar die tuin doen, vindt zij het lekker of zo, om buiten te zijn. En Galerie Lafayette. Ja. Dat vond ik ook, ik weet nog dat ik dacht, ik heb nooit zo'n groot warehuis. De eerste keer dat ik weer terugkwam, dacht ik, het is wel heel groot. Ja, het is wel groot. Maar niet zo groot als in mijn belevingswereld het was. Maar wel echt superleuk. Ja, ik vond het heel leuk. Heb je daarna vaak teruggegaan? Nee, niet heel vaak. Een paar keer. Ja. Ik ben niet heel vaak in Parijs geweest, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ja, jij? Ja, ik ben wel vaak in... Nou, op een gegeven moment had ik een vriend en die had een vriend. Dat was niet ik. Krijg je mee? Dus dat een vriend, die had een vriend wat ik niet was. Precies. En die had een appartement in Parijs. En daar kon hij de sleutel van lenen. En dan kon ik ook de sleutel van lenen. Alleen, tegen mij was gezegd, je moet opletten. Niemand in de flat mag weten dat jij er bent. Nou, dat moet je tegen mij niet zeggen. Want dan durf ik gewoon niks. Ik lag dan zo in die hallo, kamer. Hallo, ik ben er niet hoor. Nee, maar serieus, stond ik voordat ik wegging uren te luisteren in die hal van niemand liep. Had ik natuurlijk helemaal niet zo serieus hoeven nemen. Nee, het was niet zo heel erg. Waar ging je daar weg als bezoek? Maar dan ging ik dus met de goedkoopste bus die er was, s'nachts. Weet je, we hebben altijd gecontroleerd bij de grens. Moest je dan uit, moest alles onderzocht worden. Want er gingen dan altijd drugscouriers bij mee. Ik en een aantal drugscouriers. Was die goedkope bus? Had je helemaal niet door. Ja, want ik had zoiets wel geld. Betaalde jij voor iedereen, toch? Die buskaartjes. Ja, want ik werkte natuurlijk. Zodra ze kon werken, ging ik werken. Maar toen zat ik in die bus, moest ze s'nachts eruit. En dan kwamen we in Parijs. Maar dan zat ik dus eigenlijk voor... Ja, alles bij elkaar kostte zo'n week 50 gulden. Geweldig. Want dan had je dat, had gewoon je appartement en een heel goedkope reis. En dan daar kan je gewoon, je kan in Parijs net zo goed, goedkoop en net zo duur eten als je zelf wil. Ja, dat was echt wel bijzonder. Toch is dat wel het leukste, hè? Dan ben je toch een beetje, heb je het gevoel dat je echt een soort Parijzenaar bent. Ja. Wat natuurlijk nergens op slaat, maar dat gevoel heb je dan wel. En hoe is jouw Frans? Anthony sprak dus heel goed Frans. Dat ik kon het op de middelbare... Nee, maar dat moet ik zeggen. Dus toen ik met mijn ouders naar Frankrijk ging, later ook nog een keer, sprak ik al niet mijn tiende. Dus later zat ik op de middelbare school en ik vond Frans heel erg leuk. Dus ik zei aan mijn ouders, bestel jij maar. Dat vond ik dan heel spannend. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel goed. Toen leerde ik Anthony kennen en die sprak heel goed Frans. Toen durfde ik niet meer. Ach, zo stom. Waar? Ja.
vind het zo'n mooie taal. Ja, ik had met Karim natuurlijk zoveel Frans kunnen leren. Ja, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Ja, dat kan ik nog doen. Maar nou, we hadden het even over dat ik denk, ja, goed, hoe lang zou ik hoe nog lang leven? Leef jij nog? Ja. Omdat, en hoe vaak ga je dan nog naar Frankrijk om daar nou helemaal Frans voor te leren? Voor die twee keer dat ik er nog zal zijn. Dus, nou, ik nog zonder looprek loop. En dus ik vind het een hele mooie taal. En ik probeer het altijd wel als ik er ben. En, maar ja, ik maak gewoon hele superdomme fouten. Dus het is een beetje... maar ik vind het heel erg leuk. Ja, en Fransen zijn natuurlijk... zeggen vervelend. Ze altijd zo arrogant dat ze gewoon niet willen. Als je het even niet duidelijk... dan, wat? Ze doen niet hun best om te denken... wat wil je zeggen? Wat leuk dat je het probeert. Dat boeit ze eigenlijk niet. Maar weet jij waarom? Parijs, een stad wat licht heet. Ik denk door de olielampen. De olielampen? Er waren heel veel lampen. Nee, er zijn ook? Niet, het is niet goed. Als het, quiz het is gewoon niet goed. Als de quiz was, ik het fout rekenen, maar er zit wel iets van. Oh, klepel. Dingen. Nou, er zijn twee redenen waarvoor denken dat kan zijn. In de Renaissance, in die Enlightenment, zeg maar. Kwamen heel veel intellectuele artiesten en zo kwamen naar Parijs. En die. Dat was dus. En die werden een beetje het nieuwe licht genoemd, die dingen. Oh, en daar komt. Mooi. Ja. De grote concentratie van artiesten en wetenschappers en zo in die tijd in Parijs. En daardoor is het de lichtstad geworden. Of het is een van de eerste steden in Europa die straatlampen kreeg. Oh, dat dus. Ja, ik snap het. Nee, maar ik snap ook dat het fout is. Nee. Want je bent niet een hele lieve jury. Jawel. Ja, lieve jury zou zeggen, nou, die zit best in de buurt. Rekenen we goed. Nee. Ik moet het wel fout rekenen. En hoe oud is Parijs? Oeh. Heb ik dat ook ergens gezien? Oh nee, nou, zeg het maar. Meer dan 2000 jaar oud. Okay. Het is in de derde eeuw voor Christus. De Kelten, die heette toen Parisi. Oh, ja. Zo heette die Kelten. Ja, klopt. Dat heb ik ook gelezen. Klopt. Hoef je niet op te zoeken. Dat vind ik verschrikkelijk. Als je mij helemaal laat leeglopen, dan elke keer zegt, oh ja, dit klopt. Nee, de Parisi ging op aan. Dit klopt. Daarvoor dat nog niet, hoor. Nee. En Parijs heette toen... Lutetia. Ja, Lutetia. Parisiorum. Ja, moeilijk grappig, hè? Ja. Ja, en wat heb jij nog gevonden? Nou, het was eigenlijk gewoon een vesting. Dat vond ik zo grappig. Midden in de Seine, op het eiland dat wij nu kennen als Île de la Cité. Het is dus... Je hebt zo gelijk. Het is rond het jaar nul gesticht. Waarom wist ik net het antwoord niet? Sukkel dat ik ben. Nou, rond het jaar derde eeuw voor... Weet je hoe hoog de Eiffeltoren is? Heel, zo hoog wel. Hoeveel voetbalvelden? Dat weet jij toch altijd zo goed? 300 meter hoog. Maar in de winter krimpt hij wel 8 centimeter. Oh? Dat is veel. Dat is grappig, ja. Vind ik heel grappig. En in de zomer wordt hij dan weer groter. Ja. En heeft al 4 kleuren gehad. Eiffeltoren? Ja. Hij was eerst Venetiaans rood. Toen was hij geel-bruin. Toen werd hij bruin. 19 keer overgeschilderd. Nou, vind ik grappig. Weet je wat ik zo erg vind? Nee, dat in Parijs is er helemaal geen opvang voor vluchtelingen. Die slapen allemaal op straat. Dat is bijna in heel Frankrijk. Doen ze niet aan opvang. Wist je dat? Nou, ik vind het wel shocking. Ja, want toen ik daar laatst was, dan is er gewoon zo'n bushalte. En daar woont gewoon een gezin. Ja, ik vind het echt... Echt afschuwelijk. Dat is echt wel verschrikkelijk. Ja, dat is echt wel vreselijk. En weet je waar je in... als jij nu in Parijs zou lopen... Ja? Zou jij de letter van de wet een bekeuring kunnen krijgen? En waarom, Isa Hoes, zou jij een bekeuring kunnen krijgen... Heb je ooit aan gedacht om Kamerling te gaan heten? Of nee. Niet? Oh. Nou, ik zal daar uitleggen waarom. Oh. Maar waarom zou jij een bekeuring kunnen krijgen? Het is een wet die is nog steeds van kracht. Wordt niet natuurlijk meer gehandhaafd. Maar het is nog wel van kracht. Jij en Chris niet. Ook, denk ik. Jullie zouden alle drie een bekeuring krijgen. Als jullie nu in Amsterdam zijn. Thomas niet. Hè? Maar jullie alle drie zouden een bekeuring krijgen als je nu in Los Parijs zou lopen. Los haar? Nee, ik zit echt iets ouderwets te denken. Zijn we niet netjes gekleed? Grappig. Zal ik zeggen? Ja. Dat jullie alle drie een broek aan hebben. Oh! Vrouwen mogen in Parijs alleen maar een rok aan. En dat is een hele oude wet, maar die wet is nooit aangepast. Anders. En zij mogen alleen maar een broek aan als ze teugels van een paard vast hebben. Dus als je die los in je zak hebt... Zou ze altijd bij me hebben dan. Dan is het prima. Kijk. Grappig, hè? Ja, dat vind ik echt grappig. En de Parijs-syndroom, weet je wat dat nee. is? Het Parijs-syndroom komt voornamelijk voor bij Japanners. Ja.
die, voordat ze naar Parijs gaan, hebben zij zo'n romantisch beeld van Parijs, dat ze heel erg teleurgesteld zijn. En dat heet het Parijs-syndroom. Hmm. Mooi, hè? Ik vind het zielig. Ook zielig, maar ik vind het ook mooi. Ik vind het ook dus mooi. Ja, ja, ik hoor je. Sorry. En denk jij dat de Eiffeltoren de grootste publieke toeristentrekker is in Parijs? Dat daar de meeste mensen naartoe gaan? Hallo? Ja, ik denk dan weer, dan zal je wel zeggen nee. Maar ik zou denken ja, maar nee. Dat is dus niet zo. Nee. Nee, het is pas op de vierde plek. Oh, wat zit er allemaal boven dan? Het Louvre staat op nummer 3. Notre Dame staat op nummer 1. 1, zei je ja. En dan nog 2. En dan 2 is Sacré-Cœur. Oh ja, natuurlijk. Dus Sacré-Cœur, Notre Dame, Sacré-Cœur, Louvre, Eiffeltoren pas. Ik zou inderdaad Eiffeltoren. Ik ben ook nog nooit bij de Eiffeltoren geweest. Tip op 1 zetten. Is ook niet te doen om in de rij te staan. Oh, maar ik ben ook nog nooit. En ook niet eromheen. Nee, mensen die naar het Louvre gaan, bestel je kaartjes op het internet. Ja. Echt waar. Doe dat nou. Met want elke keer dat ik daar sta, staat er een hele rij. Dat ik denk, het is zo handig, makkelijk om even je kaartje te bestellen. En dan kan je er gewoon zo veel makkelijker binnen. Ja, ja. Nou, het blijft natuurlijk altijd handig om dat even te kijken. Ook bij het Colosseum in Rome en zo. Moet je altijd vooraf eventjes nadenken. Ja, ik vind het zo grappig dat al die namen in Parijs nu zo anders. Omdat het natuurlijk een heel grote stad is, wat het eerst niet was. Le Marais, zo'n hele populaire wijk, was gewoon een moeras. Ja. Musée d'Orsay was een treinstation. Precies. Ik vind dat heel grappig. Ja. En die periferiek, heb je wel eens gereden? Oh, ja, natuurlijk. Spannend. Ja, ik vind dat wel goed te doen. Maar ja. ik weet dat vroeger bij verjaardagen bij ons thuis, ging het daar dan over? Ging het dan over altijd de periferie. Ik dacht vroeger echt waar, als ik op de periferie moet rijden, ga ik dood. Gaan we met z'n allen dood. Maar dat is hoe er werd gepraat. Ze erover. Ja, dat klopt. En dan had ze altijd allemaal tips voor elkaar. Nee, maar als je dan kom je aan, dan haal je Bordeaux aan. Ja. En dan moet je opletten, want dan moet je de tweede. Nou, anders gaat het helemaal mis. Helemaal mis. En dan, iedereen was al helemaal op van de zenuwen. Ja. Voordat ze überhaupt in Frankrijk waren, dat ze ook direct komen de periferie. En de periferie, dat was gewoon, terwijl als ik er nou rij, zie ik valt het probleem mee. Helemaal nee, niet. Nee, maar ik denk dat. Nou goed, vroeger, zonder GPS. Wij hebben natuurlijk. Zaten we nog met verwend. Een kaart? Wij zijn zeker verwend. Zaten met een kaart en dan kregen ze ook ruzie. Ik zei toch dat hier links. Nee, trut. Ik zeg toch. Ja. Nee, dus ik snap heel goed dat het vroeger was reizen natuurlijk echt zoveel ingewikkelder. Ja. Want je kon nergens even. Want toen mijn ouders. Wij gingen dan op vakantie en dan gingen mijn ouders gewoon langs hotels om te vragen of er nog plek was. Zo deed dat. Hoe zij überhaupt dan op afstand ergens een hotel wisten en dat kon er eens weer. Ik heb waarschijnlijk ben je dan niet. Of elk jaar al een keer geweest of van horen zeggen. Of folders van een reisbureau of zo. Ja, dat deden mijn ouders wel. Die gingen naar een reisbureau. Gaan ze met folders thuis. Maar dan nog, dan heb je dus een adres van een hotel waar je dan naartoe moet. Ja, doe je via de kaart. Want ik vond het heel leuk, al die kaarten. Ja. Oh, ik hield daar echt van. Maar The Apprentice, dat Engels programma is weer begonnen. En dan moeten ze allemaal, bijvoorbeeld, allemaal dingen gaan kopen. Op Jersey waren ze nou, zo'n eiland in dingen. En dan, dat zijn allemaal mensen van, ja, denk rond de 20 of tussen 20 en 30. Maar die zijn geen van allen gewend om met een kaart te werken. En zeggen ze, heb je als met een kaart te werken? Nee, dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar als ze dan eenmaal bezig zijn. Vind je het dan heel moeilijk? Super moeilijk. Ja. En wij zijn wel op vakantie geweest in Guernsey met mijn ouders. En op Guernsey en Jersey waren de enige plekken van Engeland die bezet waren door de Duitsers. Okay. Verder was niks bezet natuurlijk van Engeland. Maar die eilanden die liggen vlak voor Frankrijk, die waren bezet. En toen hebben zij als verzet hebben ze alle naambordjes van de straten afgehaald. Oh, wat briljant. Maar nooit meer teruggehangen. Oh nee. Dus het was helemaal niet zo'n groot eiland Guernsey. En wij hadden een hotel middenop en mijn vader kon het nooit vinden. Elke dag, op het einde van de dag, was het weer een groot probleem van waar is dat fucking hotel? En dan uiteindelijk huurde mijn vader altijd dan zo'n jongen op een brommer die ergens zag hangen. En die reed dan voor de auto uit grappig. Naar het hotel. Wij konden het gewoon niet vinden. Jeetje. Ja. Ik vind wel wat hebben. Ja. We gaan naar Sky Showtime. En we gaan naar Sky. We wachten gewoon helemaal niet op een bruggetje. Nou ja, je kan over de brug in Parijs, maar we kunnen gewoon. Oh, we kunnen gewoon, ja, kan. Ja, dat is waar. Dat is maar waar. We zijn er al. We staan gewoon aan de andere kant. Zeker. Dat is onze suikeroom Sky Showtime. Ja. Ja, want laten we heel eerlijk zijn. Het is vandaag is het even lekker weer, maar het was ook echt wel. En er komen nog heel veel grauwe dagen aan. Ja. En dan is het toch eigenlijk, vind ik zelf, weinig is fijner dan gewoon onder dekentje lekker naar op tv te kijken en een goede serie te kijken. Zo fijn. Ja, en dan is het natuurlijk altijd een beetje een vraag welke genres je daar dan zin in hebt. Qua series en films. Maar cowboy thema
Het thema cowboys. Dat is ook best leuk. Ja, precies. Ja, want er is een hele mooie serie, Yellowstone. Oh ja. En dat is... Dat is meer... Dat heb ik al van geleden. Dat is eigenlijk meer een soort familiedrama. Het is wel, wel in de western sfeer. Maar wel een western sfeer. Maar het is eigenlijk gewoon toch ook meer een intermenselijk drama. Precies. En alles staat al online van deze serie. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg van binge houden. Ik bijvoorbeeld. En dan kan je tijdens zo'n regenachtige dag denken... ik kijk gewoon heel veel afleveringen. Ja, of je kan elke dag van de week een aflevering afleveren. Want ik vind dat het jammer om hele mooie series ineens zo weg te kijken. Ja, dat weet ik van jou. Net als dat je dingen niet snel uitpakt, dan doe je dit ook niet. Nee, doe ik ook niet. Nee. Dus ze maken altijd een moment van. Dus om dan kan je een hele week, elke avond, kan je, maar dan hoef je niet te wachten. Ja, dat is heel Dat vind ik soms wel met het wachten. Ja. Dus liefhebbers van avontuur, actie, drama. Ik zou zeggen, ga een keer Yellowstone proberen. En dat is hartstikke leuk, maar ze hebben superveel andere dingen op de streamers. Ze hebben een heel breed en goed aanbod. En het is eigenlijk alle grote, hele beroemde Amerikaanse studio's. Die komen samen op Sky Showtime. Ja, dus dat inderdaad, Yellowstone. En dus nog veel meer, wat Mark-Marie zegt, te zien. Ja, en het kost, laten we het ook maar meteen zeggen, we zijn Nederlanders. Kan je abonneren? Abonneer voor €6,99 per maand. En het is maandelijks opzegbaar. Dus je kan gewoon het een keer een maand of twee proberen. En dan kan je het ook weer opzeggen. Maar we gaan nu naar de sterren. Maar Parijs, je wou nog iets zeggen? Nou, croissants. Denk je dat jij uit Parijs komen? Ik zou denken wel. Waar komen we? Een ander land. Zwitserland. Echt waar? Ja, die komen helemaal niet daar vandaan. Vind ik heel grappig. Maar we gaan sterren geven. Nee, maar ik had juist inderdaad dat heel veel gerechten zijn uitgevonden in Parijs. Daar staat croissant bij. En een baguette en escargot en crème brûlée. Dat wel, maar de croissant schijnt niet daar vandaan. Uit Zwitserland. Ja, de bagel komt uiteindelijk uit Nederland, hoorde ik. Echt? Dat wonderlijk. Is schiet mij meneer. Hoe dan? Wel leuk dat ze het dan bagel. Hoe dan vind ik ook zo'n goed woord. Hoe dan? Twee woorden. Ja. Maar hoe gebruik je mensen heel erg. Ja, hoe dan? Sterren. Ik zeg Parijs. Ja, ik hou wel van Parijs. Dramatisch doen. De actrice erbij komt erboven. Ja. Ik hou ervan. Ik hou zo van Parijs. Ik hou Parijs. Parijs, je tem. 5 sterren. Sorry, ik breng je moet over. Dat was erbij. Probeer even helemaal opnieuw. Oké. Okay. Wonderlijke combi, maar Parijswaardig. En ik... Vind ik haal er eentje van af. Ja? Omdat ik vind dat ze voor die daklozen echt beter moeten zijn. Ja, dat en dat mooi. Ze dat beter moeten aanpakken. En ik geef dus 4 sterren. Mooi. Zo kan het ook. Zo kan het zeker ook. Dan gaan we naar de moderne etiketten. Of gaan we naar de weekend. Oh nee, weekend natuurlijk. Want dat wil ik zo graag weten. Ja, maar dat komt inderdaad omdat de week en Parijs was lang, heb ik het idee. Of niet, Chrisje? Ja, zeker. Hè? Vooral de week. Het was een hele aflevering, eigenlijk. Maar goed, eigenlijk kunnen we de week gewoon als aflevering doen. Ja, kunnen we ook doen. Ze beginnen mee dat ze hebben dan een foto van Instagram gehad van Jet van Nieuwkerk. En die gaat dan op wintersport. Helemaal met een nieuw pak en helemaal zo... Zo helemaal... en de skis in de hand, helemaal zo. Nou, we gaan heel ervoor. Heel modellerig staat ze en dan, daar, mooi. Zet ze eronder. Bovenaan de piste wist ik het meteen weer. Te hoog, te eng, te snel. Een angsthuiltje naar beneden en snel op het terras. Is gewoon niet gaan skiën. Niet maar waar. Zo lachen, je ziet er zo profi uit. Helemaal zo, zo'n ding heeft gedaan. Ja. En dat je het ook vergeten bent. Dan staat er, dan is Emily van Kaam weer lekker bezig geweest. En oh, die heeft ik ben een benieuwd. Interview met Francis van Broekhuizen. Ah. En Francis van Broekhuizen, die staat een leuke foto van haar met een vrouw, Jacqueline erbij. Hartstikke leuk. En ik ben wel fan van Frans van Broekhuizen. Soms zegt ze rare dingen, vind ik. Maar ik ben natuurlijk heel geinig en kom anders uit de hoek dan andere mensen. Oh, okay. Maar goed, wat die Emily van Kaam dan doet, die zegt dan gewoon vragen van... zij heeft nu een eigen voorstelling, een nieuwe voorstelling, schandalig mooie opera. Wil ik altijd nog naartoe? Denk ik elke keer, dan moet ik nou een keer gaan kijken. Gaan we samen naartoe. Ja. Als er nog kaarten zijn, want het gaat heel erg goed. Was je bang dat de zalen niet gevuld zouden worden, zegt Emily van Kaam dan. En het was wel even spannend, zegt ze. Of mensen het wel leuk zou vinden. Mensen vinden het natuurlijk hartstikke leuk. Dan komt natuurlijk Emily van Kaam, die is een beetje zo weer ingedut. Die zit zo'n beetje op de happy place. En denkt, over wie zou ik nou weer eens beginnen? Zegt ze, Samantha Steenwijk zag je eerst ook overal. Maar sinds er in de media werd gesproken van een overkill, zien we eigenlijk niet meer op tv.
hoe zit dat bij jou? Ze heeft helemaal niks met heel dit dingen te maken. Dus ze heeft het nog steeds niet geleerd. Emily, ja, als iemand in haar familie of zo haar even kan wijzen op onze podcast. Want ik heb het idee dat ze het gewoon niet hoort. Want anders zou ze dat al lang aangepakt hebben. Ze zou echt of even terug naar de school van journalistiek. Als ze daar ooit is. Maar goed, ze moet wel eventjes zichzelf gaan dingen. En dan tegelijkertijd zegt dan van Gooi, ik ga nooit mee met de expeditie Robinson. Vind ik allemaal vervelend. En dan zegt Emily Verkaam, zegt, terwijl je privé wat meer privé... tegelijkertijd wil je privé wat meer privé gaan houden, zegt Emily van Kaam. Ja. En dan... zegt ze, ja, ik lees zelf alles over collega's. Zoals de serie Patty van Patty Bart, daar is de hele week nieuws over geweest. Iedereen heeft er een mening over en gooit modder naar elkaar. Vind ik nogal meevallen. Wat hoor. Volgens mij is die Patty hartstikke goed ontvangen en zo. Ja, zijn mensen een beetje kritisch. Wij hebben ook wel dingen over gezegd. Maar we vinden het ook hartstikke leuk. Ik hoop niet dat ik uit dat hoekje kom. Dan zou ik het niet zo leuk vinden. Van anderen vind ik het niet zo erg als ze dat meemaken of doen. Zoiets, hè? Nee, dat mogen ze doen wat ze willen. En dan zegt althans, met Gordon dan weer wel. Dan begint het helemaal over Gordon. En ik heb zijn cd gehoord en daar zingt hij niet vals op. Ja, dat is natuurlijk... Moet je dan ook niet zeggen. Ja, en ik ben blij dat ik niet zoiets grootschrijks meemaak. Ik zou er heel slecht tegen kunnen. Ja, dat snap ik. Hij ook. Maar ik zal nog een keer zeggen, ik doe nu een half jaar... dat ik niks lees. Ja. Dus ik lees geen medekrant meer. Ik lees geen... gewoon. Ik zie mezelf niet op Google, weet ik voor wat. En dat is zo rustig. Ja, dat dus is al ook. Die minkukels... Die waarschijnlijk nog van allerhande dingen... Over met zeggen, een dikke vinger prima. Zitten te schrijven. Dat moeten ze vooral doen. Maar het komt niet bij jou. Het komt niet bij mij. Dat is heel erg fijn. Ja. Maar goed, wat dan die Boris van Zonneveld... is dus een collega van Emily van Kaam. Ja. En die was altijd wel goed in van... Goh, ik ben gestructureerd en gefocust op mijn gast en verder niks. Is daar helemaal van af aan het wijken. Want hij heeft een interview met Chris Tatus. Ja, acteur, heb ik meegespeeld. Acteur, zeker, heb jij meegespeeld? Hebben ze het nog over? Oh. Niet zo dol op jou? Jawel, nee, daar hebben ze het niet over. Maar dan zegt hij, goh, jaren geleden was je zo'n beetje de George Clooney van Nederland. In Amerika ben je dan meteen binnen. Hoe zit dat met jou? Nou, dan zegt hij van, nee, dat is alweer 20 jaar geleden. Alles, zo staat er, alles wat ik gedaan heb, in Amerika had gedaan... had ik nu een huis in Beverly Hills. En een beetje geld hebben is altijd fijn. Dan zegt Boris... je ziet om je heen collega's die het enorm voor de wind gaat. Wat denk je dan? Vind ik ook zo. En dan zegt hij... ik zeg niet dat ik tegenwind heb... want ik doe nog altijd projecten... en word nog steeds gevraagd voor dingen. Voor je Anne ben ik ook gevraagd. Dat geeft mij toch nog steeds het gevoel dat ik denk... oh, er zijn mensen die vertrouwen in mij hebben. Ik hoefde niet te auditeren... en ze zagen mij gewoon in die rol. Dat is heerlijk natuurlijk. Maar er is een segment acteurs die ook heel goed zijn... die je inderdaad altijd weer terug ziet komen. En dan komt Boris... voor iemand als Frank Lammers liggen de rollen voor het opraap. Hij doet voice-overs voor tv en commercials. En dan zegt hij, Frank Lammers maakt overal reclame voor, zegt Chris Tatus. Maar toen hij op de toneelschool zat, vond hij reclame maken het allerlaagste dat er bestond. Maar de schoorsteen moet roken, hè? Frank Lammers heeft ook een houdbaarheidsdatum. Hij zal op een gegeven moment een dip krijgen in zijn carrière. Zo is het in mijn carrière ook gegaan. Het ene jaar is het rustig, het andere jaar hartstikke druk. Dat vind ik helemaal niet erg. Echt niet. Als ik minder werk heb, vermaak ik mezelf ook goed. Ik golf fanatiek tegenwoordig. Dus hoe meer vrije tijd, hoe beter. Hij was altijd een fanatieke fietser, weet ik. En dan zegt Boris, golf is geen goedkope sport. Ja, dus ik moet eerlijk zeggen, Boris, ga terug. Beter half gekeerd dan de hele vertaald. Dus ga terug op je oude koers. Niet te veel met Emily kroketjes eten in de kantine. Want dat doet je geen goed. Nou, die kroketjes prima, maar niet te veel praten over hoe je moet interviewen. Of je vak. Want dat kan je beter Die workshops van Emily, daar moet je zelf even bij uitschrijven. Want die heeft toch een niet goed beeld. Hoewel ik er natuurlijk wel van geniet, van al die sitevragen. Ik ook. Moet ik toch weer eerlijk in zijn? Nee. Amusement waren de top, Emily. Ja. Dus hoe meer rare mensen je meeneemt in je damestas, hoe fijner het wij het vinden. Ja. Dus als je gewoon... Maar ook qua interviewtechniek geef je er geen voldoende. Nee, dat is geen voldoende. Ja. Maar het is wel qua amusement is het echt fijn. Zeker heel fijn. De moderne etiketten. Je staat samen met de ober in het toilet. Ja. In het hokje daarna. Ja. Naast. Hij was zijn handen niet en maakt later aan tafel crêpe Suzette. Lekker. Denk jij dan lekker? Nou, crêpe Suzette vind ik lekker, maar... Wat doe je?
Ja, dit vind ik best een echt een ingewikkelde. Want wat doe je? Ik ook. Want dat is misschien stom. Want ik denk dan, ja, maar hij is misschien in de keuken zijn handen gaan wassen. In dat de kan soep. Ook. Dat kan, dat hij denkt, ik vind die zeep hier op het toilet zo vies. Ik kan echt bij zeepjes denken, dat vind ik echt vies. Dat je dan denkt, ga naar een ander. Ik heb in de keuken dat allemaal... Dat is juist heel hygiënisch. Ja, weet ik veel. Dat zou nog kunnen. Maar goed, daar gaan we even niet vanuit. Je ziet allemaal nog vlekken op zijn vingers. Ah, nee, dat staat er niet. Nee, maar dan zou ik echt... Onder zijn nagels. Zwart onder zijn nagels, geel onder zijn nagels. Wc-papier onder zijn nagels. Hele lange nagels. Dat is mode. Ja. Dat zie je. Ja, dus daar zit alles onder. Ook Crêpe Suzette. Ook iets van het hoofdgerecht zie je daar nog zitten. Een stukje beeld. Iets whatever. Maar wat doe je? Nee, dank je. Ik hoef niet meer. Dus dan eet jij geen toetje? Ik zeg, als ik... Ja? Als hij bij mij dit staat te maken, dan zeg ik stop, stop, stop. En dan? Dan zeg ik, dit vind ik echt heel onaantrekkelijk. Heel en dan zeg je, heel... hoezo, what are you talking about? And then I will say, we were in the... Because you were in the toilet, remember? Toilet together. Ja. And you didn't wash your hands. And I see your hands like you're... Touching your very, very dirty hands. And you touch my dessert, which I don't like anyway. Dat hij met zijn handen aan mijn dessert zit. Oh. Kan toch gewoon met lepels en met vorken? Ja, er staat natuurlijk niet bij dat hij die crêpe zo uit zijn handen... Maar nu wel. Maar dat zei ik nu wel. En dat wil ik niet. Bij mij zit de raakteam aan. Bij mij zag ik dat. Op de rand van het bord, zo. Zweet je toch? Nee, dat en jij? Dat het verhaal wat zou jij niet dan doen? Opeten. Ik zou denken, oh. het wordt geflambeerd. Dus het wordt ook nog warm gemaakt. Weet je met dat, dingen erop. Zet maar wat harder, die vlammen. Ik vind het superlekker toetje. Ja, je dus eet er gewoon doorheen. Vind ik echt, wat is het nou ook alweer? Het zit toch met dat zijn crêpes, sinaasappel? Sinaasappelsausachtig met grand marnier. Dat flamberen ze dan. Dus er gaat de alcohol eruit. En er zit dan ijs en dan van die crêpes. Ja, dat vind ik super lekker. Ja, ja. Heel veel restaurants, want van die moderne restaurants met zo'n druppels eromheen en zo, met zo'n lik en zo, denk ik, oh, ga gewoon crêpe suzette maken, jongens. Zo moeilijk hoeft het allemaal niet. Heel veel goede restaurants doen dat weer wel. Die zijn komen niet dan weer zo terug. Goed in toetjes. Oh! Dat is mij opgevallen. Ik zal geen namen noemen, want dat vind ik altijd vervelend voor mensen. Maar heel vaak zijn die hele goede restaurants, die zijn dan heel lekker. En dat toetje valt dan altijd tegen. Dat vind ik heel erg jammer, want ik hou heel erg... En zo moet je ze niet, een banaan en een karamelsaus en wat sla. Sla. Negenzame. Sla, je zei sla. Meer erover. Vanille-ijs. En bijvoorbeeld wat sprinkeltjes van lekkere krokante noga-stukjes. En zo moeilijk is het allemaal niet. Aftoppen met mayonaise, daar ben je. Met appel moest er omheen. Heerlijk. Ja, warm nou. Appel, misschien met kaneel. Niet te lang. Goed, nee, dit was hem weer. Dit was hem we weer. We moeten ermee stoppen. We zijn er gewoon volgende week weer. Als je nou dit hoort, je denkt, ja, hier wil ik wel meer van horen. Ja. Van dit, wat moet je dan wel eens een extra bordje opscheppen. Dat kan bij Podimo. Ja. En dan kan je hem beschrijven, kan je erop klikken en dan heb je 30... dagen gratis om uit te proberen. Ja, dus doen, zouden wij zeggen. Precies. En anders gewoon tot volgende week. Tot volgende keer. Doei.